Goedemorgen klas, omdat wij meedoen met de actie Dekens voor Syrië, gaan we nog even naar het filmpje kijken. Ik ben er al, als je heel klein bent. Ik kan je onzichtbaar maken. Het is wel goed dat we meedoen met de actie. Ik kan je superkrachten geven, maar ik ben meer dan dat. Want ook deze winter bescherm ik verzwakte Syrische kinderen tegen de kou. Oh, zielig voor de kinderen. Ja, echt hè? De kinderrechten zijn toch alleen voor arme landen? Dat zou best kunnen, ja, ik moet zeggen. Met 5 euro geef je meer dan een deken. Kinderrechten zijn heel belangrijk. Hiermee beschermen wij kinderen. Steun UNICEF. En doe mee met onze actie. Ga naar unicef.nl. Kinderrechten zijn toch helemaal niet voor ons? Geen idee. Zijn kinderrechten voor ons? Lekker belangrijk. Ik zie dat jullie allemaal geld hebben ingezameld. Dat vind ik heel goed. En jullie kunt hier in dit doosje inleveren. Die middag zit Nikki met haar ouders aan tafel. Lieverd, we moeten je wat vertellen. We gaan scheiden. Wat? Waarom? En we hebben besloten dat jij bij mij gaat wonen. Nee, dat heb jij besloten. Nee hoor, we hebben samen besloten. Maar papa, mama, waarom? Maar ik begrijp het niet. Oh, kindje toch? Je komt bij mij wonen. Nee. Nikki is heel verdrietig, dus ze is naar haar opa en oma gegaan. Haar opa en oma proberen haar te troosten. Wat is er dan? Papa en mama gaan scheiden. Oh, wat erg. En ik moet bij papa wonen. Maar vind je dat dan niet leuk? Ik weet het niet. Maar je hebt toch rechten? Ja, je hebt gewoon rechten. Zijn kinderrechten voor ons? Lekker belangrijk. Waar kan ik dat dan zien? Oh, wacht. We kunnen UNICEF e-mailen. E-mailen? We hebben niet eens een computer. Ja, we halen er wel gewoon naartoe. Dat lijkt me iets veiliger. Opa en oma gaan samen met Nikki naar UNICEF om te kijken hoe het met haar rechten zit. Wat bedenkt jullie hier? Nou, mijn ouders gaan scheiden en ik moet bij mijn vader gaan wonen. Je mag zelf tegen de rechter zeggen bij wie jij wilt wonen. Oké. Okay. Ik heb hier op zich nog een boekje voor je. Hierin staan je kinderrechten die jij allemaal hebt. Oh ja, ik zie het. Ik dacht dat deze rechten alleen voor arme kinderen waren. Wat heb ik toch gezegd? Deze kinderrechten zijn voor elk kind op de hele wereld. Kunt u misschien langskomen in mijn klas? Alle kinderen uit mijn klas denken dat het voor arme kinderen is. Ja hoor, dat zou ik best willen doen. Ik zou eens wat leuks bedenken. Meneer Van Vliet probeert een leuk en grappig plantje te maken voor de klas. Meneer Van Vliet komt 's ochtends vroeg op school om een poster op te hangen voor groep 8a. Als de kinderen naar school komen, zien ze de poster. Ze vinden de poster heel raar en gaan gewoon naar binnen. Onderwijs. Ja, ik ga gewoon naar binnen hoor. Ja, ik ga met je mee. In de klas praten de kinderen over de rare poster. Het is gewoon heel raar dat wij dan niet naar school mogen. En ze vragen zich ook af wat die vreemde man daar doet. Goedemorgen kinderen, dit is meneer Van Vliet en hij komt jullie iets vertellen. Hallo, ik ben meneer Van Vliet. Ik wil ten eerste even zeggen, ik vind het heel goed dat jullie hier zijn. Want er hing een bordje buiten dat jullie hier geen recht hebben op onderwijs. Maar nu jullie hier toch zijn, ja, lever maar je broodtrom in. Want daar hebben jullie geen recht op gezond eten. Hè? Wat? Maar er staat helemaal nergens op. Ja, maar wist je wel dat het eigenlijk je recht was? Paul van Vliet vertelde dat Nikki hem had uitgenodigd om te vertellen over de kinderrechten. Dat hij de klas expres voor de gek hield, zodat de kinderen voelen wat kinderrechten betekenen. De rest van de ochtend vertelt Paul van Vliet van alles over kinderrechten. Die middag rond Nikki met haar ouders praten. Mam, pap, we moeten praten. Ik heb besloten dat ik bij jullie allebei kon wonen. Niks ervan! Ik heb besloten dat jij bij mij komt wonen. Laat haar nou even uitpraten. Nee, want ik heb rechten. Dat is toch alleen voor kinderen uit arme landen? Nee, deze rechten zijn voor alle kinderen op de hele wereld. Dus ook voor mij en ook voor jullie.
Nou, goedemorgen klas, omdat wij natuurlijk meedoen met... Dat was de eerste nummer. Het is echt goed dat we opkomen. Ja, maar ik begrijp het niet. Wat doe je? Wat is er toch? Oh, kindje, wat sneu. Ik moet bij papa en mama wonen. Oh, erg. Maar je hebt toch rechten? Ja, je hebt gewoon een naam. Maar vind je dat dan niet leuk? Ik weet het niet. Nog een keer? Er staat een kinderfeest voor je neus. Nog een keer? Ja, Tobias. Tobias geweest. Maar waar kan ik dat dan zien? Oh, wacht. We kunnen in... Het is bij mijn vader. Goed als je bij mij bent gekomen. Ik dacht dat kinderrechten alleen voor arme kinderen waren. Kunt u niet langskomen? Ik dacht dat deze rechten alleen voor kinderen uit arme landen waren. We hebben u toch gezegd dat... Ik dacht dat deze rechten alleen voor kinderen uit arme landen waren. We hadden u toch gezegd dat je... Ik dacht dat deze rechten alleen voor kinderen uit arme landen waren. We hadden u toch... Dus ging bij ons in de klas langskomen. Alle kinderen denken namelijk dat de rechten alleen voor arme kinderen is. Kunt u misschien in onze klas langskomen? Alle kinderen in onze klas denken namelijk dat het voor arme kinderen is. Ja hoor, dat zou ik best willen doen. Ik zou eens wat leuks bedenken. Kunt u misschien in onze klas lang... Doorgaan. Ja hoor, dat zou ik best willen doen. Ik zou eens wat leuks bedenken. Wat betekent dat? Nou, goed gaan. En jullie hier toch zijn, leven maar jullie bedoten mee, want jullie hebben ook geen recht op... Wat? Dat kan niet. Jullie zijn hier binnengekomen, maar dat vind ik heel gek, want er hier een bordje buiten, dat jullie geen recht hebben op onderwijs. Dus, ja, dat vind ik gek. Goedemorgen kinderen, dit is meneer Van Vliet en hij komt jullie iets vertellen over... Mam, pap, we moeten praten. Ik heb besloten dat ik bij jullie allebei ga wonen. Voor alle kinderen op de hele wereld. Ja? Mam, pap, we moeten praten. Ik heb besloten dat ik bij jullie allebei ga wonen. Niks ervan. Ik heb besloten dat jij bij mij komt wonen. Ik heb besloten. Ben... Stil op de set. Komt gewoon door jou, hè? Wow. Mam, pap, ik heb besloten dat ik bij jullie allebei kom wonen. Niks ervan. Jij komt bij mij wonen. Hé, laat haar... Zo. Sorry. Nee, deze kinderrechten zijn voor alle kinderen op de hele wereld. Kijk niet zo. Moeder of vader. Okay. Ja, moeder. Vader.